We hebben allemaal een hoofd. Maar wat doen we ermee? Steeds meer Nederlanders sluiten zich op in hun eigen hoofd. En in die geïsoleerde bovenkamer worden de ramen nog maar zelden tegen elkaar opengezet. Eigentijdse angsten verstikken het denkvermogen. Tegen de 60 gulden. 17 gulden 90 geld. 10 gulden 50 op het Dixies. O jee. Negatief, hè? Daar heb je de post. De post waar? Waar? Hij is nou ter hoogte van nummer 12. Hij doet iets bij nummer 12 in de bus. Dat is onze post niet, geen. Onze post heeft een bril. Sinds wanneer heeft onze post een bril? Onze post had de hele vorige week een bril. Nou, dan is dit een nieuwe post zonder bril. Wat doet dat er naartoe? Wat doet het er nou toe? Dat doet er toe dat het misschien de post van een bende is. Dat er een bende op de hoek staat te wachten dat die vent op zijn knieën door de brievenbus zit te kijken. Zogenaamd om posten bezorgen, maar op die individuele knokken hangen. Hij komt het pad op. Weg. Wacht even. Wat zei ik? Ja, hij heeft door de brievenbus staan zitten kijken. Hoor je wel? Je hoort het de bus toch? Gee. Ach, wat nee. Er was gewoon post voor ons. Er was gewoon post. Verwacht jij dat op post? Nou, dat zou helemaal niet onmogelijk zijn. Verwacht jij post? Zou kennen. Ga jij dan maar in het halletje kijken of de post is. Nou, dan hou ik zo lang de dan ga ik kijken of in de gaten. Dan ga ik op jouw stoel zitten en dan hou ik wel in de gaten de straat. Kijk jij goed in de straat. Ga jij dan maar kijken of de post is, als je denkt dat de post is. Jezus, wat een gekke huis. Wat een... Ja, zie je wel? Is er post? Wel, er is gewoon een ansichtkaart. Er is een ansichtkaart voor ons. Hier, prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. Van wie? Lieve tante Annie en oom Leo, we liggen hier de hele dag in het golfslagbad. Hartelijke groeten van Leo en de kinderen. Els, hij komt uit Apeldoorn. Leo? Ik ken helemaal geen Leo, G. Ik zie dan wel dat die post niet pluis was. Oh, wacht even, Arie. Wacht even, hè. Hij is verkeerd bezorgd. Nummer 16, hij is voor hiernaast. Omdat die post geen bril op had, dat zei ik je toch? Nou ja, je moet rekenen helemaal uit Apeldoorn. Dan zat hij er toch niet ver naast, nummer 16 of 18. Hé? Godzallemacht, dat moet ons weer gebeuren. Het is net een gekkenhuis vandaag. Ja, wat doen we nou met die kaart? Nou, ik trek gewoon mijn jas aan en ik ga hem even in de bus bezorgen. Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon aanbellen en open kaart spelen. Je moet zeggen hoe de vork in de zaak zat, G. Nee, natuurlijk niet, want dan weet hij van hiernaast toch dat wij hem gelezen hebben. Nee, laat mij nou maar. Ik kijk wel dat hij niet kijkt. Hou jij hier de boel nou maar in de gaten. Ja, ja. Had de Nederlander vroeger minder aan zijn hoofd? Is onbekommerdheid nog slechts een pijnlijke herinnering? Hij gaat dan niks boven even lekker zitten in je eigen tuintje. Lekker rustig. Vroeger zaten we nog wel eens in het voortuintje aan de straatkant. Want zitten we nu nooit meer, zitten nu alleen maar in het achtertuintje. Nee, daar vliegen nou de kogels door de lichtstoelen heen. Maar toen vader en moeder nog leefden, was het een gezellig tuintje. Het was een heel gezellig straatje. Toen vader en moeder nog leefden, deden we elke avond met de hele straat Polonaise van de ene stoep op de andere. Gingen we zo slingerde slang. Ach. En dan ging hij van nummer 12, toen hij daar nog woonde, want hij is nou gescheiden, die ging voorop met de accordeon. Leuk. En dan had je de zingende zusjes van 19. Was allemaal heel mooi. Anders. En dan zaten alle vrouwen zaten te garnalen te pellen en de kanten klossen op de stoepen. En je hielp elkaar met behangen en je plakken elkaar zijn banden. En je kon je bulletjes gewoon even op het muntje laten liggen als je even naar binnen moest. Was niks weg als je terugkwam. Nee. Is allemaal weg, meneer. Is allemaal voorbij. Nou wagen wij ons niet meer in de voortuin. Kijk wel uit, als je een wandelingetje in de voortuin maakt, heb je voordat je bij de conifeer bent, heb je al een stiletto tussen je schouderbladen. Ja, dat zijn de chunks, hè. Dat zijn allemaal de chunks. En de uitlaatgassen.
Nou, plus dat alle tandjes op gips zijn gebouwd. Van de week had hij de rode kool, had hij moest even de rode kool, had hij gekookt, moest hij even de rode kool eruit laten, had hij het voordeurraampje opengezet. Weet je nog geen? Heb hij 3 dagen met ademnood op bed gelegen van de uitlaatgassen die zo door het voordeurraampje naar binnen komen. Nee, dat is niks. Als je de brievenbus, als je de brieven naar binnen gaat en de klep valt niet terug, maar die blijft zo openstaan. Dat slaat onmiddellijk op je bronchietje. Nou, laatst had Arie een bovenraapje open laten staan, hè, voor de kolendamp. Dat had hij open laten staan. Jij had de bovenraapje open laten staan. Moest bijna de dokter komen. Ik zeg tegen Arie, nou, nog eventjes en de dokter had moeten komen. Dat was fout. Jij had het open laten staan. Eigenlijk had de damp was wel volgens mij niet, dat weet jij wel. Ik had het dicht gedaan, volgens mij. Het is nog goed afgelopen. Volgens mij had jij het open laten staan. Dus dat heeft geen zin om daar ruzie over te maken, want het is nog goed afgelopen. Maar de kolendamp was er al uit. En toen had hij, want hij, op zijn ronde had hij het raampje dicht moeten doen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij begrijpt niet. Andere dingen doet hij weer wel. Dat had ik nou dicht kunnen doen van buiten. Dat raampje was van binnen dicht gedaan. Dat weet je net zo goed. Dat raampje kan alleen maar van binnen dicht gedaan. Maar ik zeg ook dat moet je ook niet zeggen dat het op een ronde van mij is dicht gedaan. Het was een ronde van jou. Jij had achter door de keukendeur naar boven moeten. Dan had jij het raampje dicht moeten doen. Dat was jouw ronde. Nee, het was een ronde van buiten. Ik moest buiten kijken. Het was een ronde van de binnenboel. Je bent heel goed dat jij het raampje had. Nou, er is hier in de straat een burenwacht waar wij ook voor gevraagd zijn om mee te doen daaraan. Maar dan moet je dus patrouille lopen. Nou, dat betekent dat als je patrouille loopt, dat dan al die tijd je huis onbewaakt is. Dus daar doen wij niet aan mee. Wij hebben wel ingesteld een huiswacht met z'n tweeën. Dus terwijl geen nou zijn ronde loopt, hou ik hier binnen de boel in de smiezen tot ze niet ineens midden in de kamer staan. En andersom. Hé? Ben je nou alweer, G? Arie. Wat ben je vlug terug? Door het oog van de naald zijn we gekropen. Wat is er gebeurd, G? Het bovenraam stond open. Het bovenraam stond open. Bovenraam stond open. Kom maar, G. Nou, kom maar kijken. Zees, hoe kan het bovenraam openstaan? Nou, hier, dat raam. Hey? Het slaapkamerraam van moeder, dat stond open. Dat stond open? Dat stond open. Maar hoe? Wacht even, G. Hoe heb jij dat dan dicht gedaan? Nou, ik ben achterom gelopen op mijn ronde en toen heb ik het dicht gedaan. Door het poortje ben je gelopen? Door het poortje gaat, toen heb ik het dicht gedaan. Stond was het open. Was het poortje dan open? Het poortje stond open. Staat het dan nog open, het poortje? Het poortje staat nog open. G. Hoe kan je het poortje nou toch open? Hier staat het poortje open. Jezus, daar komen we nog goed vanaf, G. Door het oog van de naald, Arie. We hadden niet aan moeten denken, want als... Hey. De voordeur staat open. Ze kunnen zo de hele boel dan alles eruit... Jezus. De voordeur staat nog open. Ja, de deur staat nog open. Jezus, laat de voordeur open. Doe. Zo. Heb jij het poortje wel dicht gedaan? Ik heb het poortje niet. Heb jij het poortje dicht gedaan? Nee, het poortje staat nog open. Het poortje staat nog open. Jezus, we mogen onze handen dichtknijpen dat het allemaal zo goed is afgelopen, Geen. Door het oog van de naald, Arie. Hebben ze alles naar buiten gehaald. Jongen, nou zou ik wel een bakje koffie aan toe zijn. Gaan, jongen, dat jij toch die voordeur... Ik dacht dat jij de voordeur dicht had gedaan. Arie, het is wel een gek. Ik heb het raam boven dicht gedaan en toen ben ik binnen doorgegaan. De reservesleutel. Blijf jij hier de boel in de gaten houden. In hemelsnaam met de reservesleutel. Dan zolang, dan leggen we die straks al weer terug. Dan gebruiken we zolang maar even de reservesleutel. Dat niemand kijkt. Pak jij die? Ik heb hem. Ja. Alles in orde. Doe jij die deur maar open, hou ik het hier in de gaten verder. Dan leggen we die zo. Ja, die leggen we die vanmiddag. Leggen we dat vanmiddag? Leggen we dat weer? Houden we hem nou binnen? Houden we hem nou wel zo lang binnen, okay. De reservesleutel. Onthoud dat dan, dat we de reservesleutel. Oké, dan gaan we zo maar zachter komen. Nee. Dat vergeet ik toch. De schuiven op de achterdeur. Wat heb je? De schuiven vergeten van de achterdeur. Dat loopt ook toch goed af, hoor. Naar schatting 4,5 miljoen Nederlanders geven zich dagelijks over aan zinloos gepuzzel. Bijzaken worden de hoofdzaak en zij zoeken antwoord op vragen die niemand anders dan zijzelf hen stellen. Thank you.
Kom weer helemaal tot rust, G. Zeg dat wel, Arie. Hé, lekker rustig. Dan loopt iemand in het gangetje, G. En het poortje is toch wel dicht? Dat heb jij toch dicht gedaan? Nee, maar daarna ben jij op ronde geweest. Jezus. Hij beweegt. Goedemiddag, mensen van een goed leven. Dag, buurman. Dag, buurman. Een kerstkaart. Verkeerd bezorgd. Kan je nagaan wat het wordt als de PTT naar Groningen verhuist? Maar hij is toch wel voor nummer 18? Ja, en dat is wel wat anders dan nummer 16. Maar ik bezorg het wel bij jullie in de brievenbus. Als ik naar huis ga, doe ik het even in. Dag. Dank u wel, buurman. Bedankt, hè. Dank. Geen dank, hoor. Dag, meneer. Dag, buurman. Dag. We moeten de schutting hoger maken en met prikkeldraad erop. Ja, maar dan gaat hij door de brievenbus naar Koekeloeren. Dus we moeten de brievenbus dichtmaken dat hij daar niet doorheen kan kijken. Ja, maar de buurman geeft toch niet? Maar die vertelt het tegen zijn zoon thuis en zo komt hij in de disco en weten ze dat wij kogelslokken hebben hangen. De brievenbus staat open. Het is weer een huishouder van Jan Steen vandaag. Het is weer een compleet gekke huis. Nou weer een maar de kaart. Kaart is wel voor ons. Hij Ach, is jeetje. Voor ons. Van wie is die? Jopie. Ach jeetje, wat een lieve meid toch, Jopie. Vrolijke kerstmis vanuit het golfslagbad, Jopie. Geef wacht eens even. Oh jeetje, ja. Dat staat aan de gebroederstemmers. Nou weet deze post het dus ook. Wat? Deze post zonder bril. Dat wij hier samen de voordeur delen. Dat wij voordeurdelers zijn en tweetrekkers. Maar we zijn toch geen tweetrekkers? We trekken toch allebei een uitkering, G? Dat weet die post zonder bril nou toch ook? Maar we zijn toch niet getrouwd? Zees, dat weet de computer toch niet? En volgend jaar gaan ze ook alle met z'n tweeën gaan ze ene van maken. Gaan ze ons pakken volgend jaar. Dat zal je zien, dat bordje moet van die deur. Arie, we kunnen anders hier nooit meer dat tegelijk in de kamer zitten voor het nee, open raam. Eigenlijk niet. Eigenlijk zouden we om beurt in het schuurtje moeten wonen dat het poortje dat het de voordeur is. Dat we niet deze voordeur delen. Je hebt gelijk, anders Arie. Anders hebben ze dat in de gaten. En dan om en om wakker. Jezus. Jij de dag, ik de nacht. En na een week wisselen we dat. Eigenlijk moet het zo zijn, G, dat als we elkaar in huis tegenkomen, dan kennen we elkaar niet. Ik weet niet wie jij bent, Arie. Wat doet u hier, meneer? De stichting Het Gouden Hoofd wil middels landelijke campagnes deze en andere gevallen helpen bij de ontlading van moderne spanningen in het hoofd. Helpen hun hoofd opnieuw bij elkaar te houden. Helpen het sluimerende denkvermogen weer op gang te brengen, zodat ons land kan beschikken over de kostbaarste en meest natuurlijke energiebron van allen. Ons eigen, oude, trouwe hoofd. Deze tulpjes. Ja, leuk. Maar weten ze wel dat ze schuin moeten afsnijden, de stengels en dergelijke? Dat zijn toch geen wilde yet? Nee, dat weet ik ook wel, dat deze uit de kast komen. Nee, die mensen, het zijn toch net zo gewend als jij en ik? Oh ja, dat is waar. Zullen we ons visitekaartje aanhangen, dat ze weten van wie ze zijn?